is het? 7 uur 's avonds. Oh nee, heb ik dan de hele dag liggen slapen? Oh, en ik zou gaan winkelen met Rian. Oh, die is dat natuurlijk nu zonder mij gaan doen, want ja, of ben ik had er zo'n zin in. Rian zal wel boos op me zijn. Ja, en jij, Zeppie, je had me ook wel wakker kunnen maken. Je laat me toch niet de hele dag slapen? Ik ga Rian maar even bellen. Oh, zie je? Ze is boos op me. Ze neemt niet eens op. Oh. Hey, hoi. Rianne, oh. Ja, nee. Sorry hoor. Nee, ik had me verslapen. En ja, nu is de hele dag voorbij. Heb je wel een beetje een leuke dag gehad? Ben je nu gaan winkelen wel? Wat? Ik bel je wakker. 7 uur in de ochtend? Oh, sorry, Rian. Ja, nee, ik dacht dat het al avond was en ik wist niet dat ik je wakker belde. Nee, dan zie ik je straks in de stad voor het winkelen. Oké. Okay. Oh, ja, oké. Okay. Is goed. Slaap lekker nog. Hé, hey, doe je. Zo. Nog een ster af. Ja, ik heb er al een hele hoop gemaakt, maar ik moet er nog... kijken. Eentje, ja. Ik heb alle mensen uit de straat namelijk beloofd dat ik ze ga verrassen met deze heerlijke tractatie. Zal ik je laten zien hoe ik die maak? Dit heb je ervoor nodig. Blauwe bessen. Carambola's. Maar als je naar de groenteboer gaat en je zegt dat je sterfruit nodig hebt, dan weet ze ook wel wat je bedoelt hoor. En ijzerdraadjes met een stofje eromheen. En daar begin ik mee. Die wikkel ik om een potlood. Want zo krijg je van die leuke krulletjes. Zo. En dat doe ik bij ze allemaal. Zo, dit is de laatste. Deze laat ik even liggen. Dan ga ik nu verder met het stokje. Daar rijg ik lekkere blauwe bessen aan. Ja, ik heb voor blauwe bessen gekozen, maar ja, je kan natuurlijk ook ander fruit doen. Aardbeien of kiwi misschien of iets anders wat je echt heel lekker vindt. Ik doe er 5 aan. Kijk, ik heb er nu 3. En tel maar mee, dit is nummer 4. En dan nummer 5. Ja, wanneer ik de blauwe bessen aan het stokje heb, dan ga ik de ijzerdraadjes met het stofje eromheen op het stokje vastmaken. Die haal ik van mijn potlood af. En kijk eens wat een leuk krulletje. Nou, ze zijn allemaal van het potloodje af. En dan ga ik ze om het stokje met de bessen heen rijgen. Of tenminste, een beetje dubbelvouwen. Zo, dan is het nu tijd voor de ster. Kijk, een carambola die heeft eigenlijk al een beetje de vorm van een ster. En hoef je hem dus niet meer in een ster te snijden. Fijn, hè? Deze prik ik op het stokje. En je kan hem zo lekker tracteren. Ik zet hem erbij. Eens even kijken of ik er nu genoeg heb. Ha! Cool, hè? Mijn ruimtepak. Heb ik op internet gevonden. En als het goed is, ben ik zometeen de eerste mens tussen de sterren. Ik zie de krantenkoppen al voor me. Fenna, de eerste mens tussen de sterren. Ha! Ja, en om me goed voor te lichten, heb ik een ruimtedeskundige uitgenodigd. Sebastiaan, hij weet dus heel veel van de sterren. En ik wil natuurlijk weten ja, waar het leukste restaurantje is. Of misschien wel een leuk waterpretpark. Ja, en daar kan hij me alles over vertellen. Ah, kijk, daar is
is hij al. Dag Fenna. Dag Sebastiaan. Zo, wat zie je er goed uit. Wat een mooi pak is dit. Dankjewel. Ja, ik ben me helemaal klaargestoomd en jij bent eigenlijk het laatste puzzelstukje. Oké, ik ben benieuwd. Ja, ik wil graag weten, wat zijn nou de leuke dingen om te doen tussen de sterren? Want daar wil ik heel graag naartoe. Ja, kijk, tussen de sterren is het misschien heel moeilijk om iets leuks te vinden. Want ja, om bij de eerste de beste ster in de ruimte te komen, moet je al 50.000 jaar reizen. Oh, nou, dat vind ik wel heel jammer. Maar dat maakt niet uit. Ik vind de zon ook heel erg leuk. Ja, ik ga wel eens op vakantie lekker naar Spanje of zo. En lekker een beetje bakken in de zon. Dat vind ik ook wel heel fijn aan de zee. Dus doe mij dan maar de zon. Maar Fenna, heb je een idee hoe heet het op de zon is? Nee. Het oppervlak van de zon is al 6000 graden warm. Dus daar zou je gewoon verbranden. De zon is toch heel dicht bij de aarde? En we verbranden hier toch ook niet? Nou, kijk, de zon die staat in werkelijkheid heel ver weg. Maar er wordt heel veel warmte en heel veel licht gemaakt, wat we over een hele grote afstand kunnen voelen. En om je een idee te geven, ik kan je wel laten zien hoe groot nou onze aarde is en onze zon. Oké. Nou, als jij mij eens kan helpen. Ik heb hier een speciaal ruimtedekentje meegenomen. Nou, als jij die een beetje kan uitwaaieren. Ja, dat kan ik al. Deze grote ronde stip. Die is even de zon. Dat stelt nu even de zon voor. Oké. En dan moet je eens even bedenken hoe groot onze aarde is. En ik heb daarvoor een knikker meegenomen. Nou, deze knikker, dat is in verhouding tot de zon hoe groot onze aarde is. Oh, wauw, dat wist ik helemaal niet. Maar Sebastiaan, waar kan ik dan wel naartoe? Ik ga je wat laten zien. Oh, ja, dat wil ik wel. Ik heb wat dingen meegenomen. Oh, kijk. Kijk. Want we zagen net, hè, deze knikker, dat stelde onze aarde voor. Ja. Nou, nu heb ik eigenlijk een hele grote knikker meegenomen, een soort van strandbal. Ja. En dit is onze aarde, maar dan een strandbal. Oh, wauw. En dit is waar wij wonen. Wauw, dat is wel heel mooi als je dat zo van de buitenkant kan zien. En als je dus de ruimte in zou willen, en je zou bijvoorbeeld met een raket recht omhoog gaan, dan zou je binnen 8 minuten zou je al in de ruimte kunnen zijn. En als je dan snel genoeg vliegt, dan kan je dus in een baan om de aarde heen bewegen. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi, want dan heb je een fantastisch uitzicht. Nog veel hoger waarschijnlijk dan wat je vanuit de Zeppelin kan zien. Ja. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee, dat zou ik wel heel graag willen. Ja, ik ook wel. Maar nou is het leuke, onze eigen aarde die draait ook rond. En daarom hebben we bijvoorbeeld dag en nacht. Dus als de aarde ronddraait, dan draait een deel van de aarde richting de zon. Ja. En dan wordt het daar licht. En naarmate het later wordt, gaat op een gegeven moment de zon gaat onder. Maar dat is niet omdat de zon beweegt, dat is omdat onze eigen aarde aan het ronddraaien is. En daarom wordt het dag en nacht. Ja. Dus de kant die naar de zon schijnt, daar is het dag. Precies. En die niet naar de zon schijnt, daar is het nacht. En waar het nacht is, daar kan je dus al die sterren zien die we 's nachts aan de hemel zien. Eigenlijk als ik zo kijk naar onze eigen planeet, dan is het wel ook wel heel erg mooi. En ik ben hier ook wel heel graag. Dus nou ja, dan moet ik maar vanuit hier naar de sterren kijken. Dat lijkt me een heel goed idee. Nou, ik heb mijn verrekijker ook al bij me. Ja. En kun je mij misschien vertellen waar dan de grote ster zit? Nou ja, kijk, met een verrekijker kun je inderdaad naar de sterren kijken. En natuurlijk wel als het donker is, dan zie je natuurlijk veel meer sterren. Maar eigenlijk als je de mooiste dingen wilt zien, dan moet je bijvoorbeeld een telescoop gebruiken. En dat is deze rode die ik heb meegenomen. Oh. En daarmee kunnen we eigenlijk nog veel verder inzoomen. En het leuke is dat zo heel nu en dan, dat de planeten uit ons zonnestelsel, die kan je 's nachts en 's avonds kan je zien. En als je dan dus zo'n telescoop pakt en je kijkt bijvoorbeeld naar Mars, dan kan je Mars dus van dichterbij bekijken. Echt waar? Ja. Dus dit is een super ver verrekijker. Ja, zeker. Ja. Oh, wauw. Mag ik hem eens proberen? Tuurlijk, maar probeer maar. Ja. Dus zo'n telescoop is eigenlijk een heel erg groot vergrootglas waarmee je naar plekken in ons zonnestelsel kan kijken. Zonder dat je er zelf naartoe hoeft te vliegen. Wauw, hé. Dankjewel, Sebastiaan. Dit is echt al heel gaaf, hoor. Gaaf. Graag gedaan. Soms vind ik het wel jammer dat je de maan alleen 's nachts kunt zien. Want dan slaap ik altijd en dan mis ik hem. Ja, de zon vind ik ook mooi, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar de maan heeft toch wel echt iets magisch. Dus ik heb iets leuks geknutseld. En dan kan je dus zelf bepalen wanneer je de zon ziet en wanneer je de maan ziet. Kijk, zo ziet hij eruit. Dit is hem dus. Mijn zonnemaantje. Of manenzonnetje. Nou, wat je zelf eigenlijk het leukst vindt. Maar kijk, zo is het dag. En zo is het nacht. Te gek, toch? Zal ik jou laten zien hoe je die maakt? Dit heb je ervoor nodig. 2 witte papieren bordjes. Verf in wit, geel en donkerblauw. Een splitpen. En 2 stiften in de kleur zwart en goud.
We beginnen met de witte bordjes. Het ene bordje leg je iets over het andere bordje heen. En dan trek je hem over. En dat knip je dan uit. Een mooie lijn. Zo eroverheen. Zo. Dit stukje heb je niet meer nodig. Het andere stukje, dat leg je over het bordje dat nog heel is. En die trek je ook over. Zo. Dit is de onderkant van mijn bordje en dit de bovenkant. Ik begin met de onderkant. En zoals je ziet, is het hier nacht. Dus dat gedeelte maak ik donkerblauw. Zo. Nog een klein stukje hier. Wanneer je de ene helft helemaal donkerblauw hebt geverfd, dan maak je de andere helft geel. En daarvoor gebruik ik een dikke kwast, want dan ben ik lekker snel klaar. Zo, die is helemaal geel, dus deze kan lekker drogen. En dan maak ik de andere helft van het andere bordje ook geel. Deze is nu ook mooi geel. En dan ga ik nu over op de sterren. En die maak ik op het donkerblauw. Het is diep in de nacht en er fonkelen prachtige sterretjes. En daar heb ik een leuke tip voor. De achterkant van een prikker. Kijk, die doe je zo in een beetje wit verf. En dan kan ik hele mooie stipjes mee maken. Want zo zien sterren er natuurlijk ook een beetje uit, hè? En dit zijn hele grote sterren. Maar wil je nou een iets kleiner sterretje? Dan gebruik je gewoon de punt. Zo. En wat misschien ook wel leuk is, is om een fonkelsterretje erbij te maken. En die maak ik door het maken van een kruisje. Zo. Lijkt net een vallende ster. Vind je ook niet? Oké, wat hebben we nu? We hebben de nacht en we hebben de maan. Maar we missen nog de zon. En die ga ik maken van de andere helft van het bordje. Die leg ik er bovenop. Zo. En dan kan ik nu het gezichtje gaan tekenen. Ik begin met het tekenen van de mond. En daar gebruik ik een stift voor, want dat tekent wel zo makkelijk. En een mondje, dat lijkt eigenlijk ook wel een beetje op een half maantje. En ik teken hem er gewoon overheen. En dan ga ik nu over op de ogen. En daarvoor gebruik ik wat witte verf. En dan teken ik twee rondjes. Eentje op de ene helft en de ander op de andere helft. Zo. En in de ogen teken ik de pupillen. En dat doe ik gewoon weer met zwarte stift. Zo. Dan is het nu tijd om mijn zonnetje te versieren met gouden sterretjes. En daar gebruik ik een gouden stift voor. En om mijn zonnetje en maantje dus te kunnen laten draaien, heb ik een splitpen nodig. Maar eerst maak ik een gaatje daarvoor. Dus ik leg iets onder mijn bordje. En in het midden van het maantje, of zonnetje, of je zonnemaantje dus eigenlijk, maak ik een gaatje. Zo. Maak hem iets groter. Dat is net wat makkelijker voor je splitpen. Dan pak je de splitpen. Steek je er doorheen, zodat hij aan de achterkant eruit komt. En de twee pootjes, die vouw je naar de ene kant en de andere kant. En kijk eens, nu is je zonnemaantje helemaal klaar. Nu is het dus dag. En als ik dit doe, dan is het nacht. En zo kun je dus altijd naar de maan kijken. Of vind ik de zon toch mooier? Nou, weet je wat? Maakt helemaal niks uit. Kijk maar.
Hey. Hey, wat is dat nou? Wie is daar? Hey. Postbode Bert. Hoi, Venna. Wat doe jij nou hier? Gaat het een beetje? Oh ja, niks aan de hand. Wat is er gebeurd dan? Nou, ik was aan het fietsen en toen kon ik het niet goed zien. En toen ben ik tegen de brievenbus opgeknald. Ik hoop dat die heel is. Nou, als jij maar heel bent. Oh. Toch? Ik kan wel tegen een stootje. Ja. Kom, zal ik je helpen? Zo. Ach, kijk. Oh, zie je het? Zo is dat. Ik ga gauw weer post bezorgen. Hé, maar wacht eens even. Oh, ai. Ja, maar postbode Bert. Ja? Je voorlicht doet het ook helemaal niet. Oh, daar kun je niks zien. Oh, Getsy, Betsy. Ik heb een idee. Heb jij een postelastiek? Ja, een heleboel. Mag ik eentje? Zeker. Okay, wat ga je dan doen? Nou, kom eens hier. En, kijk eens of je iets kunt zien. Ja, ik kan het heel goed zien. Wat een goed idee, Venna. Nou, wat goed. Oh. Ja, ja. Zo, kijk eens. Nou, dankjewel. Geen probleem. Hier. Zo. Zo. Nou, kan ik alles weer zien. Ja. Ja. Venna, dankjewel. Ja hoor. Succes nog. Ja hoor. Maar waar is nou mijn touwladder? Zeppelin zweven? Zwaai dan even!